Even helder. Na 2 minuten debat landbouw, klimaat en voedsel. Ik geef allereerst het woord aan de heer Boswijk van het CDA. Ja, dank voorzitter. Ik overtreed de regels. Even helder. Na 2 minuten debat landbouw, klimaat en voedsel. Ik geef allereerst het woord aan de heer Boswijk van het CDA. Ja, dank voorzitter. Ik overtreed de regels. Ik heb namelijk niet deelgenomen aan dit debat. En ik zou wel heel graag een motie willen indienen. Dus ik hoop op een beetje clemency van mijn collega's. Ik kijk even naar de collega's of daar bezwaar tegen is. Ik zie niemand opstaan. Dus dan bij deze. U komt wel aan het einde. Dan geef ik allereerst het woord aan de heer De Groot van D66. Ja, voorzitter, één motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende de motie Sneller De Groot over jaarlijkse rapportage door supermarkten. Overwegende dat oproep tot vrijwilligheid niets heeft opgeleverd. Overwegende dat in het coalitieakkoord een niet vrijblijvende bijdrage wordt verwacht van ketenpartijen aan de transitie naar kringlooplandbouw, inclusief een eerlijke prijs voor de boer. Overwegende dat de minister heeft aangegeven een hard instrumentarium klaar te willen hebben, mochten de gesprekken tot niks leiden. Overwegende dat er schema's beschikbaar zijn die transparante rapportage faciliteren, zoals de Sustainability Consortium of de Global Reporting Initiative, verzoekt de minister voor april 2023 de Kamer te informeren over het door de minister genoemde wettelijke instrumentarium om transparantie bij de retail te realiseren. Mede ingediend door collega Van Kampen. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Beckerman van de SP. Ja, goedenavond. Ik heb één motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat de Verenigde Naties eerder dit jaar al wees op de desastreuze gevolgen van de snelle stijging van voedsel- en energieprijzen voor minstens 71 miljoen mensen. Constateren dat stijgende voedselprijzen ook in Nederland zorgen voor een fors verlies aan koopkracht. Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe het handelen en speculeren met voedsel en food commodities zo goed mogelijk gereguleerd kan worden. Verzoekt de regering om deze zeer omstreden handel ook in Europees verband te bespreken en aan te dringen op een sterkere gezamenlijke inperking van de handel in deze landbouwderivaten. Gaat over tot de orde van de dag, Beckerman. Dank u wel. Dank u. Dan geef ik het woord aan de heer Gimbis van de ChristenUnie. Voorzitter, dank u wel. Landbouw, klimaat, voedsel, een prachtig thema en daar horen wat mij betreft 2 moties bij. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat het verbouwen van biogrondstoffen voor biobased bouwen door koolstofvastlegging leidt tot negatieve broeikasgasemissies en daarmee tot klimaatwinst. Overwegende dat in de Europese verordening voor over landgebruik, LULUCF, CO2-reductie door de teelt van biogrondstoffen voor biobased bouwen nog niet wordt toegerekend aan de telers van deze gewassen, terwijl ze in de bosbouw wel 50% van de koolstofvastlegging wordt toegerekend aan bosbouwers. Verzoekt de regering in Europa te pleiten voor het wijzigen van artikel 9 van de LULUCF-verordening, zodat conform de systematiek bij de bosbouw 50% van de koolstofvastlegging toegerekend wordt aan de telers van biogrondstoffen en daarmee aan de agrarische sector. Gaat over tot de orde van de dag samen met collega Thierry de Groot. Mijn tweede motie, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat klimaatverandering grote impact gaat hebben op de voedselvoorziening en landbouwpraktijk wereldwijd en in Europa. Onder andere door droogte en verzilting, piekbuien, het ongeschikt worden van grote gebieden voor landbouw in Zuid-Europa en het verschuiven van de klimaatzones naar het noorden. Overwegende dat hierdoor Nederland relatief aan belang wint in de wereldwijde voedselproductie, zoals we dit jaar zagen in de opbrengsten van producten als consumptie aardappelen en uien, die hier ondanks de droogte en dankzij de zoetwaterbeschikbaarheid relatief hoog waren, maar in de rest van Europa tegenvielen. Verzoekt de regering onafhankelijk uiteen te laten zetten wat de gevolgen, kansen en bedreigingen zijn van klimaatverandering voor de Nederlandse land- en tuinbouw en de mogelijke betekenis daarvan voor toekomstige voedselproductie en relevant beleid in Nederland. Gaat over tot de orde van de dag, Gimbis, Boswijk. Ik zie dat hier een verouderde versie voor mij ligt. Dus ik zorg even dat er een nieuwe versie komt. En die zal ik dan gewijzigd indienen. Ja, het is handig dat u de nieuwe versie wel hebt uitgesproken. Maar goed, dan moet ik u gaat het regelen. Dan geef ik het woord aan mevrouw Vestering van de Partij voor de Dieren.
Voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat er nog steeds Europese subsidies worden ingezet voor de promotie van vleesconsumptie, overwegende dat de regering en de Kamer geen voorstander zijn van EU-financiering voor de promotie van vlees, overwegende dat deze subsidies het regeringsbeleid op het gebied van de eiwittransitie ondermijnen, verzoekt de regering om over te gaan tot een wettelijk verbod op reclame voor vleesproducten en gaat over tot orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat er al jaren zorgen zijn over hoge ammoniakconcentraties in varkensstallen, constaterende dat onvoldoende ventilatie als reactie op de hoge gas- en energieprijzen ertoe kan leiden dat ammoniakconcentraties in stallen deze winter nog hoger op kunnen lopen, overwegende dat een hoge ammoniakconcentratie betekent dat miljoenen varkens in biggetjes een groot risico lopen op onder andere longaandoeningen, borstvliesontstekingen, ontstoken ogen en meer gevallen van staartbijten, verzoekt de regering deze winter extra controles uit te voeren op schadelijke ammoniakconcentraties in varkensstallen om te voorkomen dat miljoenen varkens deze winter extra lijden door giftige staldampen. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, voorzitter. En die motie ging natuurlijk, als het gaat om staartbijten, natuurlijk om de varkentjes die nog wel een staartje hebben. Voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat de eendenhouderij kampt met grote dierenwelzijnsproblemen. Overwegende dat eenden vele malen vatbaarder zijn voor het vogelgriepvirus dan kippen. Constaterende dat voor de eendenhouderij geen stelsel van productierechten geldt, waardoor veehouders kunnen overstappen naar het fokken en gebruiken van eenden, spreekt uit dat het onwenselijk is als de eendenhouderij in Nederland verder zal groeien en gaat over tot de orde van de dag. Dank u. Dan ga ik door naar de volgende spreker, mevrouw Van der Plas van BBB. Ja, dank u wel. Heel in lijn met het advies van de commissie van de Staaij. Niet meer dan 1 of 2 moties per 2 minuten debat. 2 moties. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat iedere onttrekking van CO2 uit de atmosfeer een negatieve emissie is, constaterende dat er in de landbouw door voedsel- en voedergewassen vele megatonnen CO2 jaarlijks aan de atmosfeer worden onttrokken, constaterende dat broeikasgasemissies, oftewel uitstoot, ten gevolge van consumptie daarvan bij mensen en huisdieren niet worden meegerekend, maar in de veehouderij wel, overwegende dat je vastlegging en emissies ofwel beide meetelt ofwel beide niet, verzoekt de regering te onderzoeken wat de koolstofbalans qua vastlegging en emissies is in de korte koolstofcyclus en daarin de balans van de verschillende broeikasgassen af te zetten, en gaat over tot de orde van de dag. En deze is mede ingediend door de heer Bisschop en de heer Epping. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat in de glastuinbouw dit jaar veel bedrijven in liquiditeitsproblemen komen. Constaterende dat de glastuinbouw voor zo'n 10% van de elektriciteitsvoorziening levert, overwegende dat deze sector ook op andere gebieden een cruciale rol vervult in de energietransitie waar het gaat om warmte, hergebruik van CO2, etc. Overwegende dat het energievraagstuk gecombineerd wordt met voedselproductie dat naar het buitenland zal verplaatsen als dat hier wegvalt, mogelijk tegen hogere klimaatdruk, verzoekt de regering een impactanalyse te maken van de primaire en secundaire gevolgen van faillissementen in de glastuinbouw en gaat over tot de orde van de dag. En deze is mede ondertekend door de heer Boswijk, de heer Bisschop en de heer Epping. Dank u. Dan ga ik naar de heer Van Kampen van de VVD. Dank u, voorzitter. De stoffenbalans, de afrekenbare stoffenbalans, de stoffenbalans 1.0, we hebben er al vaak met elkaar het debat over gevoerd. Ja, voorzitter, die moet ervoor gaan zorgen dat boeren, ondernemers zelf aan het stuur zitten van hun, achter het stuur zitten van hun bedrijf, aan het stuur zitten, aan de knoppen zitten en ervoor kunnen zorgen, ja, dat ze milieuschade, milieueffecten voorkomen. En dat kringlopen worden gesloten. Maar op dit moment is die balans er nog niet. En Remkes was er heel duidelijk over. Begin met die stoffenbalans. Dat heb ik ook bij de begrotingsbehandeling bepleit. En de Kamer heeft mijn motie die daartoe oproept om ook dit jaar al van start te gaan met een stoffenbalans 1.0 aangenomen. Die motie was ontraden door de minister. Ik heb eigenlijk maar 1 hele eenvoudige vraag. Hoe gaat het kabinet die motie uitvoeren? Dank u wel.
Dank u. Dan ga ik door naar mevrouw Koekoek van Volt. Dank voorzitter. Ook één motie. De Kamer gehoord beraadslaging constateren dat eten volgens de schrijver 5 zorgt voor gezondheidswinst en meer plantaardig eten helpt om de impact van onze voedsel op het milieu te verlagen. Constateren dat het kabinet in de nationale eiwitstrategie voor 2030 als concreet doel de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten 50-50 nastreeft en dit moet worden omgezet in concrete maatregelen, de instrumentenbrief en monitoring, de eiwitmonitor. Overwegen dat vrije ruimte en normbedrag binnen de wet op loonbelasting beperkte ruimte bieden om medewerkers van een gratis lunch te voorzien en het daarmee werkgevers ingewikkeld wordt gemaakt om bij te dragen aan de 50-50 doelstelling van de Nationale Eiwitstrategie, verzoekt de regering te onderzoeken in welke verhouding de wet op loonbelasting en bijbehorende vrije ruimte en normbedrag kunnen worden bijgesteld, zodat werkgevers hun personeel een duurzame, plantaardige en gezondere werklunch gratis kunnen aanbieden zonder aanslag van de Belastingdienst achteraf. En verzoekt de regering om deze gratis en duurzame werklunch zo aan te bieden, zodat deze in lijn is met de 50-50 doelstellingen van de Nationale Eiwitstrategie. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u. Dank u wel. En u ging heel netjes door, ondanks dat er wat ruis in de zaal was. Dan geef ik het woord aan de heer Bisschop van de SGP. Voorzitter, ik heb bij de inbreng in de commissiedebat gesproken over een vorm van voedselverspilling. Dat klinkt een beetje, dat klonk een beetje Piet Luttig, maar het is wel een redelijk omvangrijk iets. En dat ontstaat als gevolg van administratieve regelingen. Dus dat gaat over bananenimport. De Kamer hoorde beraadslagen constateren dat partijen bananen met te veel gerijpte exemplaren in Nederland niet ingevoerd en tot bananenpuree verwerkt mogen worden vanwege de door de Nederlandse douane gehanteerde goederencodes en importtarieven. Overwegende dat in Vlaanderen onder dezelfde Europese goederencodes genoemde partijen als resten en afval van de voedselindustrie ingevoerd en tot bananenpuree verwerkt mogen worden. Van mening dat vernietiging van bananen die nog tot bananenpuree verwerkt kunnen worden zeer ongewenste voedselverspilling is, verzoekt de regering zich in te zetten voor verduidelijking van de internationale goederencodes, zodat genoemde partijen bananen zonder problemen ingevoerd kunnen worden voor verwerking tot bananenpuree en zolang de internationale goederencodes en niet aangepast zijn de Vlaamse aanpak te kiezen. Gaat over tot de orde van de dag, ondertekend Bisschop Boswijk. Dat was het, voorzitter. Dank u. Weer wat geleerd. Dank u. Dan geef ik het woord allereerst aan de heer Thijssen van de PvdA. Zullen we extra goed luisteren? Ik heb nog 3 vragen aan de minister en 2 moties. De eerste vraag is, er is een motie aangenomen toen uw voorganger nog was over hoe Nederland kan bijdragen aan voedselzekerheid in de wereld. Ik vroeg me af hoe het daarmee staat. Ik vraag me ook af hoe het staat met de motie over dat de sector gaat meebetalen aan een transitiefonds. En mijn laatste vraag gaat over, ik zag een Twitterbericht van de minister over dat 15% biologische boeren ook wel genoeg zou zijn in 2030. Terwijl toch in Europa de doelstelling 25 is. Dus hoe moeten we dat begrijpen? En dan 2 moties, voorzitter, over de stikstofruimte en over toch ook wel een onverkwikkelijk debat wat we daar steeds over hebben. Ook vandaag weer bij de mondelinge vragen. En daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat de Kamer heeft uitgesproken dat er door Schiphol Groep en Rijkswaterstaat opgekochte stikstofruimte gebruikt moet worden voor de legalisatie van pasmelders en natuurherstel. Van mening dat het onbegrijpelijk is dat de regering als groot aandeelhouder van de Schiphol Groep en aanstuurder van Rijkswaterstaat niet in staat zou zijn deze stikstofruimte anders in te zetten. Van mening dat het onwenselijk en onmenselijk is dat Schiphol mag groeien terwijl pasmelders niet worden geholpen en de natuur niet hersteld. Van mening dat creativiteit nodig is om de problemen voor pasmelders op te lossen. Verzoekt de regering om de door Schiphol en Rijkswaterstaat opgekochte stikstofrechten over te nemen en in te zetten voor de legalisatie van pasmelders en natuurherstel. En gaat over tot de orde van de dag. Mede namens Bromet, Koekoek, Beckerman, Van der Plas en Sylvana Simons. En dan laatste motie. Ook naar aanleiding van die mondelinge vragen over dat de minister het echt heeft gevraagd of in overleg is met Schiphol Groep over die stikstofrechten. En wij zouden dat liever toch wat steviger zien.
van naar de volgende motie. De Kamer hoort de beraadslaging overwegende dat een gecoördineerde aanpak nodig is om de gigantische stikstofopgave in goede banen te leiden. Overwegende dat het opkopen van boerenbedrijven door Schiphol Group en Rijkswaterstaat beide in handen van de overheid in strijd is met de prioriteiten om 1. pasmelders te legaliseren, 2. natuurherstel mogelijk te maken, 3. de bouw van huizen en verduurzamingsprojecten van het slot te halen. Verzoekt de regering om andere ministeries, overheidsbedrijven en instanties te instrueren geen stikstofruimte meer op te kopen en de minister van Stikstof en Natuur hierover de regie te geven. En gaat over tot de orde van de dag, samen met collega Bromet. Ik was even flabbergasted door de inhoud. Klopt dit helemaal bij dit debat? Maar dat gaan we wel weer zien bij de beoordeling door de minister. Die gaat erover tenslotte. Tot slot, de heer Boswijk van het CDA. Dank, voorzitter. Voorzitter, allereerst een vraag aan de minister. Afgelopen vrijdag is er een vrij pittig debat geweest in de Brabantse Staten. Daar is uiteindelijk de deadline met een half jaar opgeschoven. Onvoldoende, nog steeds niet mogelijk voor boeren om op een juiste manier, die heel graag willen, stikstof te reduceren, omdat innovaties nog steeds niet geborgd zijn. En dat zorgt voor enorm terechte frustratie voor boeren die heel graag stappen willen zetten, maar gewoon in een time squeeze komen. Ik heb hier al een paar weken geleden bij de begroting een punt van gemaakt. Nou, nu is die stemming geweest. Helaas is de datum slechts een half jaar opgeschoven. Ik ben heel benieuwd naar de reactie van het kabinet daarop en of dat zij ook manieren zien om daar nog iets in te kunnen betekenen. Dan een motie. De Kamer gehoord de beraadslaging constateren dat het nog steeds niet duidelijk is hoe wisselwerking tussen het ANLB en andere regelingen in het GLB op het boerenerf gaan uitpakken. Overwegende dat dit leidt tot onzekerheid bij boeren over hoe en of ze kunnen deelnemen aan het ANLB, wat mogelijk zorgt voor een daling van het aantal deelnemers en het areaal. Overwegende dat er juist meer ANLB deelnemers en areaal nodig zijn om het aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de nationale en internationale natuurdoelen die gesteld zijn. Verzoekt de regering, zolang er nog onvoldoende duidelijkheid is over wat de wisselwerking is tussen het ANLB en de andere regelingen in het GLB, toch zekerheid te bieden dat het beheer dat is aangevraagd en goed is uitgevoerd ook daadwerkelijk uitbetaald wordt. En gaat over tot de orde van de dag. Boswijk van Kampen, de Groot Grimwis, bisschop van de Plas. Dank u wel. Dank u. En dan was u de laatste spreker. Ik kijk even naar de minister. 10 minuutjes. 15? Zullen we zeggen dat we proberen om 7 uur weer te beginnen?
En dan gaan we weer verder. De minister is mooi op tijd om de appreciatie van uw moties te gaan geven. De minister. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Allereerst ga ik in op de vragen die er zijn gesteld. En dan begin ik met de vraag van de heer Van Kampen over de stoffenbalans. Wij gaan natuurlijk de stoffenbalans meenemen, dat heb ik ook aangekondigd in de landbouwbrief, in het landbouwakkoord. En dan is mijn inzet om te proberen direct na het landbouwakkoord ook de stoffenbalans 1.0, zoals u hem noemt, in werking te laten treden, te bouwen en in werking te laten treden. Dat is de eerste proef ervan, maar we gaan ermee aan de slag wat mij betreft, al in 2023. Ik ben benieuwd hoeveel .0 er nog gaan komen van de stoffenbalans. Hè? Dan mevrouw de voorzitter, de vraag van de heer Thijssen over de voedselzekerheid bij Drage Nederland. U krijgt voor het reces hierover een brief. We gaan de motie uitvoeren, maar voor het reces krijgt u nog een brief erover hoe we die motie gaan uitvoeren. Dan heb ik de vraag van de heer Thijssen, de stand van zaken van, over het meebetalen van de sector in het transitiefonds. Ja, u begrijpt natuurlijk dat de positie van de ketenpartijen, onder andere de banken, daar hebben we het vaker over gehad in de begrotingsbehandeling, dat dat ook onderdeel is van het landbouwakkoord. Dan gaan we afspraken maken en dan pas weten we wat de bijdrage zal zijn. Zoals u ook weet, en dat is net ook al besproken, werk ik ook parallel aan een juridisch instrumentarium, mocht de bijdrage onvoldoende zijn, de afspraken onvoldoende zijn. Maar ja, u zult echt even een beetje geduld moeten hebben op het landbouwakkoord. Dan ga ik de vraag van de heer Thijssen over de 15% biologisch, terwijl er op Europese schaal 25% wordt gevraagd, de ambitie is. Als je kijkt naar de huidige stand van zaken, we hebben op dit moment 4% biologische landbouw in Nederland. Dat moet echt omhoog. Nou, daar hebben we nu ook een actieplan voor gepresenteerd. En de doelstelling daarbij is om in een paar jaar tijd, hè, want uiteindelijk is die tijd niet zo lang meer, om door te groeien naar 15% in 2030. Dat is vanaf, als je kijkt waar we vandaan komen, is er dan een hele forse ambitie. Het draagt zeker bij aan de doelstelling die op Europese schaal is. Alleen, we moeten wel een realistische ambitie hebben. En deze ambitie is al behoorlijk hoog als je kijkt hoe de groei de afgelopen jaren is geweest. Dus er zit al een enorme versnelling in. En het is niet verantwoord om dat nu weer op te plussen naar 25%. De heer Thijssen, voor een interruptie. Ja, toch even snel dan. Want nu gaat de minister een landbouwakkoord sluiten. Nu wordt er 24 miljard belastinggeld vrijgemaakt voor de transitie van de landbouwsector. Dit is dé kans om te zeggen, we gaan alles op alles zetten om die 25% te halen. En als u dan terugkomt met een verklaring, nou ja, het is 23 geworden, dan kunnen we het erover hebben. Maar de minister, ik zou zeggen, steek hoog in. Dit is een unieke moment voor de landbouwsector. Sorry, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Kijk, de verhoging, wat ik u al zei, van 4% naar 15% is al een enorme ambitie. We zetten ook echt in op biologische landbouw. Het is zelfs zo dat we ook al geld uit het transitiefonds naar voren hebben gehaald om de biologische landbouw ook verder te stimuleren, zoals je weet. Dus we zetten echt alles op alles. En natuurlijk zou biologische landbouw ook in het landbouwakkoord nog weer aan de orde komen. Maar ik hang daar nu geen doelstellingen aan. Dat begrijpt u. Dan heb ik nog de vraag van de heer Boswijk over de strengere staalnormen. We maken een handreiking om toestemmingsverlening mogelijk te gaan maken. En hierbij betrekken we ook de sector zelf. En wij proberen daarbij te zoeken naar juridisch houdbare oplossingen. Dat doen we ook samen met de sector. En natuurlijk is er een subsidieregeling voor de ontwikkeling. En dat is onderdeel van het beleid. Dan ga ik, mevrouw de voorzitter, naar de moties. Allereerst de motie. Het wettelijk instrumentarium om transparantie bij de retail te realiseren. Het wettelijk instrumentarium gaat wat mij betreft nog om meer dan alleen maar de transparantie bij de retail te realiseren. Zoals je weet proberen we in het landbouwakkoord te komen tot stevige afspraken met de ketenpartijen, dus ook met de retail. Mocht dat niet tot het gewenste effect leiden, dan komen we met een wettelijk instrumentarium. Wij hebben aangekondigd dat wij direct na het landbouwakkoord komen met een voedselbrief. En mijn voorstel is om dit in die voedselbrief mee te nemen. Dat past daar goed bij.
Dus dan krijgt u, want u noemt ook een datum. We weten nog niet precies wanneer het landbouwakkoord klaar zal zijn. We hebben wel afgesproken, ook toegezegd al, ook in de landbouwbrief, dat we komen met die voedselbrief en daar wou ik het graag in meenemen. Dus? En dan, als die interpretatie, als u daarmee akkoord bent, dan geef ik het oordeel Kamer. Ik kijk even naar de indiener, die knikt akkoord. Dan de vraag over het speculatie met voedsel. Wij hebben al in de brief wederopbouw Oekraïne, stand van zaken, hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne, zijn wij al uitgebreid ingegaan op de speculatie. Wij staan natuurlijk ook in nauw contact met de Europese Commissie om te monitoren of er ook wereldwijd sprake is van speculatie. En mocht dat zo zijn, dan kunnen de toezichthoudende organen daar handhavend optreden. Wij hebben op dit moment geen speculatie geen manipulatie van de prijs gezien van te grote posities op de markt. Daarom zeggen we over ja, onderzoek is er niet nodig. Er is toezicht en er is voldoende toezicht op de handel. Overigens is het zo dat de handel ook al bijdraagt, dat is de andere kant van het verhaal, die draagt ook al bij aan een gestabiliseerd prijsniveau van voedsel, waardoor de grote schommelingen in de voedselprijzen ook worden voorkomen. Dus ook de grote stijgingen. Maar nogmaals, er is geen onderzoek nodig omdat er voldoende toezicht is op de handel in derivaten. En dat hebben wij ook in die brief van 27 september. De brief die heet Stand van Zaken, Hulp, Herstel, Wederopbouw Oekraïne. Hebben we dat ook zo gemeld. Daar kunt u dat in teruglezen. En daarom ontraad ik de motie deze, mevrouw de voorzitter. Dan heb ik de LULUCF, biobased motie van de heer Grindis. Die onderhandelingen over de LULUCF... die is geweest. Dus dat kunnen we niet meer gaan openbreken, die onderhandelingen. Maar er is wel iets anders aan de hand. Op dit moment is het zo dat er een onderzoek loopt naar de inzet van de koolstofvastlegging. En dat onderzoek dat vindt volgend jaar plaats. En zal leiden tot nieuwe inzichten in pakkenbeet 24. U weet zelf dat op dit moment biobased productie nog niet heel erg doorontwikkeld is. Dus het is nog echt heel klein. U kent waarschijnlijk ook de inzet aan de hand van de landbouwbrief van deze minister om biobased grondstoffen, om die echt een boost te geven naar het landbouwakkoord en daar ook afspraken in te maken in het landbouwakkoord, ook als verdienmodel. Ik stel voor dat we even wachten op de resultaten van het onderzoek die gehouden gaan worden in de Europese Commissie. En dan te kijken wat ons dan te doen staat. Maar we kunnen nou niet onderhandelen op deze verordening. Want die is de triloog is geweest, hij is afgerond en daarmee ligt hij vast. De heer Grindis. Nou, voorzitter, dit punt is eerder aan de orde geweest. Toen liep de triloog nog. Toen heb ik een soort van halve toezegging gehad van de ambtsvoorganger van de minister van dat er wat aan gedaan zou worden, dat er op ingezet zou worden. Dat is blijkbaar niet gelukt. Die overweging over die triloog is daarom ook uit, staat niet in de motie. Dus wat overblijft is gewoon een pleidooi. En daar staat geen tijdslimiet bij. En ik vind het toch wel belangrijk dat dit pleidooi wordt gehouden. En dat de kansen die ervoor zijn wel worden gegrepen. Dus ik zet hem graag door naar de stemming. Want het punt is zodanig staat er al een tijdje. En het is gewoon erg teleurstellend dat het in de triloog niet gelukt is. Maar we moeten niet aflaten. We moeten deze strijd wel blijven voeren. En vandaar dat ik hem graag in stemming breng. U brengt de motie in stemming. Dan ga ik weer door naar de minister. De motie van de heer Grindwis op de analyse de effecten klimaatverandering. Deze wou ik oordeel Kamer geven, mevrouw de voorzitter. Motie nummer 4 is dat. Dan de motie van mevrouw Vestering op nummer 5. Verbod op reclame vleesproducten. Natuurlijk zijn we bezig met de eiwittransitie. U weet dat onze doelstelling is om van 60-40 naar 50-50 te gaan. En ik zou ook best wel willen onderzoeken om te kijken of er inderdaad ongewenste subsidies aan de vleessector zijn om te stimuleren, Europese subsidies om vleesproductie te stimuleren.
Dat gaat inderdaad misschien wel in tegen een gezond eetpatroon. Overigens is het wel zo, dat zie je ook in de schijf 5, dat vlees nog steeds wel een onderdeel is, ook van het voedselpatroon in de schijf 5. En daarom is voor mij wel een verbod op vleesreclame echt een stap te ver. Het past niet bij het vlees, blijft ook in de toekomst een onderdeel van het voedselpatroon. Het past in de schijf 5. Maar nogmaals, ik zou best willen kijken op Europese schaal, een onderzoek willen doen. Of die subsidies er inderdaad zijn. Dan een andere motie van nummer 6. Dus voor mijn administratie is motie 5 ontraden. Ja, sorry mevrouw de voorzitter. Dan mevrouw de voorzitter nummer 6. Dat gaat over de ventilatie van in varkensstallen. Als de NVWA op pad gaat om te inspecteren, dan controleren ze ook het stalklimaat. Een vakbekwame houder weet dat weinig ventilatie na schade voor het dier ook een negatief effect kan hebben op de productieresultaten. En daarmee dus ook op het economisch resultaat van het bedrijf. Dat heeft overigens Wageningen ook onderzocht. Dus het is ook in het belang van de houder om voldoende te ventileren. En het is ook de verantwoordelijkheid van de houder om dat te doen. En wij gaan niet extra toezicht zetten op de NVWA. U weet ook dat we al met een capaciteitstekort zitten, maar ook in dit geval is het niet nodig, want het is echt de verantwoordelijkheid van de houder zelf om toe te zien op voldoende ventilatie. Dus ik ontraad deze motie. Dan heb ik de motie op nummer 7. Dat is een uitspreekmotie en daar hoef ik geen appreciatie bij te geven, mevrouw de voorzitter. Dan de motie mevrouw van der Plas, nummer 8. Het kortcyclische is hier niet aan de orde. Het gaat om lange termijn vastlegging. Dus het moet structurele vastlegging zijn. En vastlegging en emissies worden meegeteld. Vastlegging landgebruik, bomen, et cetera. En het mag niet zomaar tegen elkaar worden weggestreept. En daarom ontraad ik deze motie. Dan de impactanalyse glastuinbouw van mevrouw van der Plas, de motie nummer 9. Ik ben natuurlijk me bewust van de hoge gasprijzen binnen de glastuinbouwsector. Wageningen Economic Research die houdt ook de gevolgen van de hoge energieprijzen voor verschillende sectoren, dus ook voor de glastuinbouw, nauwlettend in de gaten. En heeft hij het overigens ook op mijn verzoek meermalen over gerapporteerd. En die rapportages heeft hij overigens ook ontvangen. Tevens heeft Wekker ook dat is zelfs gisteren gebeurd, de inkomensramingen van de land- en tuinbouw gepresenteerd over 2022. En we leggen ook de laatste hand aan een impactanalyse, waar uw Kamer ook over verzocht heeft, van de fiscale maatregelen uit het coalitieakkoord in het kader van de energietransitie. En deze impactanalyse krijgt u begin 2023. En op dit moment wil ik aan dit pakket niet een extra impactanalyse toevoegen. Dus ik ontraad deze motie, mevrouw de voorzitter. Dan de motie van mevrouw Koekoek over de gezonde lunches. Ja, een heel sympathiek voorstel. Natuurlijk willen we graag gezonde lunches promoten. Ik vind het overigens, zeker in het onderwijs, ook gezien de voorbeeldfunctie, zou ik zeggen, elke onderwijzer moet ook een gezonde lunch meenemen naar school om te laten zien dat het ook op een goede manier gebeurt. U praat hier over fiscale maatregelen. Het is op dit moment niet de bedoeling om via fiscale maatregelen, want daar zitten inderdaad op het moment dat die verstrekt wordt door de werkgever, zitten er consequenties aan vast. En het is op dit moment niet zo dat wij via fiscale maatregelen dit gaan promoten. En op basis daarvan moet ik deze motie ontraden, mevrouw de voorzitter, nummer 10. Dan heb ik motie nummer 11. Van de heer Bisschop. Wij voeren hier, als het gaat om de goederencodes bij de bananenpuree, zeg maar. Wij voeren hier de Europese vastgestelde goederencodes uit. Daar wijken we ook niet van af. En het is wel zo dat we natuurlijk voedselverspilling van groot belang vinden, ook in het beleid van deze minister. En daarom heb ik met de SUNT-organisatie ook gesproken over praktische oplossingen om bananen niet te hoeven vernietigen. Maar ik ontraad in dat dictum wat nu staat, deze motie ontraad ik.
nummer 11. Dan de motie over het afpakken van de stikstofruimte. U hebt aanstaande donderdag een debat met de minister van Natuur en Stikstof. En ik wou u verzoeken om deze motie aan te houden tot dat debat. Dat debat is er, dus dan kan het daar ook voor gebruikt worden. En dat lijkt mij verstandiger, omdat zij het ook in portefeuille heeft. Dus ik verzoek u om de motie aan te houden tot donderdag. Ik kijk even naar de heer Thijssen en die gaat dat doen. En dat geldt ook voor de motie van de heer Thijssen op nummer 13... over de pasmelders, natuurherstel, bouw van huizen. Dat heeft daar ook alles met de portefeuille van mijn collega te maken. En nogmaals, is die donderdag toch. Zo zeggen, hou hem ook aan tot donderdag. En dan heb ik nog de vraag van de heer Boswijk over de verhouding tussen het ANOB en het GOB. En die motie die geef ik oordeel Kamer, mevrouw de voorzitter. Dat is nummer 14. Dank. En ik heb begrepen van de heer Thijssen dat ook motie 13 wordt aangehouden tot het debat van donderdag. Ik ben er doorheen. Dan dank ik de minister. Dank u wel. Voor zijn bijdrage. Ik dank de Kamerleden en we gaan stemmen over deze moties aankomende donderdag. We gaan even schorsen voor een dinerpauze en dat zal zijn tot 7:55.
open de vergadering. Aan de orde is het 2-minuten-debat Mijnbouw Groningen. Naar aanleiding van een commissiedebat gehouden op 30 juni. En ik heet iedereen welkom, uiteraard.